zoekt een thuis. Want wie kan er zonder? Zo gewoon en toch bijzonder. Dat is een recht. Ik wil dat hem die overuren betaalt en daarmee wil ik staken. Maar ja, op mijn eentje is dat natuurlijk nogal belachelijk. Allee, doe mee. Kom, laat nu eindelijk eens zien dat je ook kloten aan je lijf hebt. De zaak lijkt naar iets anders, zie je. Het is beter dat je nog niet gaat zien. Waarom niet? Ja, om de... We hebben Ingrid teruggevonden, Harry. Maar... ze leefde niet meer. Spijt me. Ja, Harry. Ik wou dat ik wist wat ik moest zeggen. Het kan toch niet. Het kan toch niet. Het ging zo goed tussen ons. Ze was zelfs akkoord. We zouden haar samen zien opgroeien. Ik moet haar zien. Ja, maar dat is nou niet het juiste moment, Harry. Allee, luister, het gerecht is nog meer bezig, zie je het? Allee, met jouw lichaam bedoel ik, hè. Een autopsie en ja, dan moeten we op wachten, hè. Moeten we erop wachten? Ja. Ja, en als dat gedaan is, dan kun je haar gewoon identificeren. Ja, dat is nou helemaal zo, Harry. Het is ook misschien beter dat er een dokter meegaat. Een Dre misschien. Oh, Ingrid identificeren, hoe is het mogelijk? Zien of dat het wel is. Heb je haar al gezien? Nee, maar ze moet het maar komen zeggen. Ja? Nee. Dre? Nee. Niemand die haar kent eigenlijk. Ja, maar hoe weet ze dan dat Ingrid is? Waar hebben ze haar gevonden? 2 kilometer verder dan de plek waar dat gebeurd is. 2 kilometer? 2 kilometer? Maar dat kan toch niet? Ja, alles kan, hè. Je moet maar eens een boot voorbij komen. Maar, die nou... Dat kan Ingrid toch niet zijn, Fernand. Je hebt iemand anders gevonden. Je moet iemand anders gevonden hebben. Ja. Ik kan ergens de Frank wel volgen, hè. Ja, ik ook. Ergens. Maar ik kan wel een gezin onderhouden, hè, mannen? Maar ik ook, zwaar, ik ook. Van mij is dat ook moeilijk. Maar ik wil ervoor vechten. Oh, zeg. Ik had u beter niet gebeld, hè. Beter niks gezegd van dat contract. Jawel, daar heb je heel goed aan gedaan. Maar ik zie het al gebeuren, hè, Frank. Je gaat weer niet te stoppen zijn. Suske is, hè. Instaagd, hè. Zwart op wit. Dat hem geld verdient op ons kap. Daar is natuurlijk wel iets van, hè. Ja, zo kennen we de Luc natuurlijk wel. Voilà. En als we met een stalking dreigen, hè. Ik ken hem goed genoeg, hè. Hij zal wel eieren voor zijn geld kiezen. Ja. Dat moet ik eerst nog zien. Ja, dat kennen we Luc natuurlijk ook wel. Jongen, het is mijn broer. Ik ken hem toch best van ons allemaal. We gaan gewoon aan het werk. We doen wat we moeten doen. 8 uren. En als die 8 uren erdoor zijn, hè, dan komen we hier terug. En dan komen we zagen voor overuren te betalen. Hm? En dan is het betalen of betalen. Hè? En je zult hem naar kop zien trekken. Allee, wat is het? Doe je mee of niet? Allee, ja. We doen mee. Voilà, dat is gesproken, hè. Allee, kom op. Suske, tot strak, hè. Kom op. Het is gewoon een broekscheiter, jongen. We komen er gewoon normaal aan hiermee allemaal aan verstaan. 2 kilometer, Fernand. Dat is stilstaand water, zo'n kanaal. Dat kan toch niet? Dat is toch totaal onmogelijk? Ja, Harry, ik zou wel graag geloven, maar... Moet mij niet geloven. Niemand moet mij geloven, maar ik ben niet zot. Theoretisch gezien is dat mogelijk. Tuurlijk is dat mogelijk. Harry, wat weet jij daarvan? Ik moet de ziekenhuizen bellen. Ik ga iets doen wat jij al lang had moeten doen. Ik zal haar vinden. Waar zijn die telefoonboeken? Harry, je kunt daar beter... Waar zijn die boeken? In de keuken. Doe het erin niet laten komen? Ik denk dat hij heel weinig zin heeft.
Hij is in staat om die buiten te zetten. Ik zal ik eens André vragen dat hem zo rap mogelijk naar Ingrid wil komen zien. Ze dat hem zo rap mogelijk zeker heeft. Dan zullen we hem straks komen halen. Ja. Allee. Ziek. Al. Moet ik dat nu uit de krant vernemen? Hé? Jij helpt mij tenminste op de hoogte kunnen brengen. Ik ben eerst en vooral naar het ziekenhuis geweest. Je had toch kunnen wachten tot ik thuis kwam? Maar hoe kon ik nu weten wanneer je zou... Harry en Ingrid zijn twee van mijn beste vrienden. Marianne, hoe kon ik nu weten wanneer je zou thuiskomen? Had je toch kunnen bellen? Nee, ik heb toch een gsm voor iets? Ik ben eerst en vooral naar het ziekenhuis geweest. Naar Werner. En dan heb ik hier tot 11 uur hier zitten wachten. Ik heb u 2 keer opgebeld op uw gsm, die blijkbaar constant uitlag. En toen ik hem opdagen, dacht ik dat je weg werd, mijn champion, ja. Ah, het is al goed, kom, zand erover. Hè. We zijn elkaar misgelopen, dat is alles. Het heeft ook niet zoveel belang. Ik zit mij nu af te vragen of ik er goed zou aan doen om nu Harry te gaan bezoeken, of niet? Ik zou er toch nog eventjes mee wachten. En waarom dan? Wat is er dan met Harry? En Ingrid, is die al Harry, gevonden? Harry is er niet zo goed aan toe. De shock heeft hem... Enfin, het is beter van te wachten tot hij weer helemaal bij zijn positieven is. En... Ingrid... Het is gewoon afschuwelijk. Ja. Ziet je Harry nog? Ja. Wat kunt je mij dan zeggen wanneer het een goed moment is om hem te bezoeken? Ah, goedemorgen, Dree. Ah, goedemorgen. Mevrouw. Marianne, dit wou ik u vanmorgen komen vertellen. Vincentius. Ja, dat staat hier niet in. AZ, ik zal met AZ beginnen. Harry probeert dan nu eens te beginnen. Ja, alsjeblieft, laat me gerust. Ik wil bellen, alsjeblieft. Ik kan dat echt niet meer aanzien. Die doet zijn eigen alleen nog maar meer pijn. Hallo, ja? Je kunt hem dat toch niet aan zijn verstand brengen? Sorry, ja. Hij wil dat gewoon niet onder ogen zien. Wel, ik ben op zoek naar... Ik ga de paar eten geven. JP, we zijn dicht. Kunnen we dat niet lezen? Jawel, maar ik ben vandaag tegengekomen. Ik ben op de hoogte. Ik wou alleen even mijn medeleven betuigen. Ah, niks. Harry. Ja, Jean-Paul. Ik wou alleen even zeggen dat ik het verschrikkelijk vind en dat ik me meevoel. Ik weet wat jij nu doormaakt. Er is nog niks zeker, Jean-Pierre. Ik ben zelf aan het zoeken. Fernand, die kent er niks van. Zoeken? Ah, ja, Ingrid liet ergens in een ziekenhuis. Weet dan alleen in welk. Ik moet bellen. Harry. Harry, zou je dat nu wel doen, joh? Natuurlijk moet ik dat doen. Fernand zal het niet doen, hè. Dat is om mee te lachen. Ik moet hier alles zelf doen. Harry, luister eens. Ik zou u willen helpen. Ik weet wat jij nu meemaakt. Ik weet wat jij voelt. Ik ben zelf ook weduwnaar. En toen had ik mijn vrouw verloor... Ik ben geen weduwnaar! Dat lijkt dat is van iemand anders. Dat kan Ingrid niet zijn. Dat kan niet. Misschien niet, ja. Misschien heb je gelijk, maar dan nog moeten we met alles rekening houden. Ja, natuurlijk moeten we met alles rekening houden. Wat ben ik anders aan het doen? Daarmee wil ik bellen. Ik kan hier niet bellen. Ik ga boven bellen. Ja, dus ik heb niks zien gebeuren, maar ik kwam wel net op tijd aangereden om het kindje te redden. De moeder heb ik helaas niet meer kunnen. Ja. Je begrijpt, Marianne. Jonge dokters van dat kaliber, die zijn altijd welkom bij ons. Ah ja, na zo'n heldendaad. Ja, Dree noemde het ook zo, maar ik zie het zelfs zo niet. Ik heb gewoon gedaan wat ik moest doen, niet meer of niet minder. Nou, vooral niet minder. Kordate mensen kunnen we altijd best gebruiken. Kijk, en dat had ik u gisteravond allemaal willen vertellen, maar... Ik had eerst gedacht van nog een papiertje achter te laten, maar... dat vond ik in de gegeven omstandigheden niet erg gepast. Een papiertje of een krant?
In elk geval, juffrouw Wijndalen. Valérie. Valérie. Van harte welkom, ook van mijn tweeën. Dank u. Al had ik u natuurlijk liever in andere omstandigheden ontmoet. Ja, ik was ook liever in betere omstandigheden begonnen. Ja, zo wel. Marianne, wat Ingrid betreft... Fena heeft 10 minuten geleden gebeld. Ze hebben haar gevonden. Verdronken? Ja. Oh, dat is niet waar. Ja, dan moet ik naar Harry. Nu. Nee. Ik zou er nog beter eventjes mee wachten. Fena zegt dat Harry het nogal moeilijk heeft, dat hij momenteel niet van deze wereld is. Trouwens, ik moet er vanmiddag toch naartoe. We moeten naar het mortuarium. We moeten het identificeren. Oh, een vreselijke opdracht. Ja, dat is iets wat ik nooit gewoon zal worden. Slechte herinneringen aan. Pardon. Kan er niemand anders gaan? Oh ja, maar voor Harry wil ik dat graag doen. Hoor. Dat weet ik, Marianne. Bedankt. Dat weet ik. Maar ik zal zelf voor gaan. Samen met Harry dan. Ik begrijp hem zo goed. Ik begrijp de Nari zo goed. Hè. Toen ik mijn vrouw verloor, ik kon dat toen ook niet aan. Dat is het minste wat ik kan zeggen. Dat is iets waar je nooit echt helemaal over geraakt. Ik ga Clio haar eten maken. Als ze even wakker wordt. Ja, die heeft deze morgen niet veel gegeten. Ik heb anders ook wel honger. Is hier nog iets te krijgen? Ja, ik wil niet ongevoelig overkomen, maar het leven gaat wel voort. Ja, wel, GP, je komt wel ongevoelig over. Zelf al is dat de bedoeling niet. Maar in zo'n omstandigheden is het waarschijnlijk het beste dat je iets om handen hebt. Dat helpt. Ja, hoe moeilijk dat het ook is. Ik weet waarover ik spreek. Al wil ik dat niet als excuus gebruiken, maar... je moet proberen om door te gaan, door te leven. Hoe moeilijk dat ook is, ik zeg. En vooral voor Harry. Het is voor hem dat je het zou moeten proberen. Als hem over zijn zwaarste schok over is, hè, is het waarschijnlijk daar waar je me het meest kunt mee helpen. Ik weet het niet. Nu dat onze Werner er niet is, dan ligt in het ziekenhuis. Hè. Ik denk dat de Werner, hè, hier binnen de kosten keren terug in die keuken staat. En weer die chef-kok wordt die wij allemaal appreciëren. Jawel, ik weet dat zeker. Als je kunt wachten totdat de paarden eten hebben gehad, dan kun jij van mij ontbijt krijgen. Ik kan wachten, ja. Je kunt onze Werner toch niet vervangen, hè, Peggy? Nee, Veronique, dat bedoel ik ook helemaal niet eens, zeg. Maar als ik het niet doe, wie doet het dan wel? Er moet iemand in de keuken staan, zolang dat Werner in het ziekenhuis ligt. We moeten toch voort. Maar hoe? Hoe moeten wij voort? Jenny, die is er gewoon niet. Harry, die is kapot. En onze Werner ligt in het ziekenhuis. Die kan misschien niks meer. Je moet die café terug open doen. En het hotel ook. En je trekt een paar tijdelijke krachten aan om je te helpen. Ja, zonder Jenny, Harry en Werner gaat dat hier inderdaad een beetje moeilijk gaan. Maar we gaan ons dat doorslagen, hè? We? Maar ja. Je doet die café terug open, hè? Anders blijven de klanten weg. Langer dan een paar dagen pikken die dan niet, hoor. Ja, het is misschien wel waar. We hebben hier wel wat lastige klanten. Zegt hij wel, ja. Ik wil wel geen advertentie zetten. Ik wil mensen die ik ken, die kan vertrouwen. Ik zou wel eens rondbellen. En ik ook, als je wilt. Zo. Eerste paarden. Tot de volgende keer. Zeker. Groetjes, thuis zien. Dag, zien. Dag. Ja. Wat een dag. Ik ben blij dat er maar is uitgeen een seconde langer door de deuren. Voel je je niet goed misschien? Jawel. Eventje toch. Zie je nou niet dat er hier iets anders in het spel is? Een man. En niet zomaar een man, nee, een zekere Jean-Pierre, zo heet hij toch, die je net naar buiten stormde. Ja, het is jij... al goed, hè. Je mocht niet van geluk spreken. Maar dat doe ik dus juist. Ik spreek juist van jouw geluk. Dat ik niet bij het minste geringste mijn personeel aan de deur zit. Ah nee, maar je zet je geliefde wel bij het minste of geringste aan de deur. Maar... Oh.
Jean-Pierre, dat is niet mijn geliefde. Maar ja, Yves, zeg, hoe kun je ook nu maar aan liefde denken? Met dat ongeluk en zo. Ah, liefde. Liefde is altijd en overal aanwezig. Laat zich niet dwingen, laat zich niet stoppen. Mijn beste Yves, voor eens en voor altijd. Er is geen sprake van liefde tussen mij en Jean-Pierre. Capiche? Goed, als jij het zegt. Maar mag je personeel daar anders over denken? Oh, dat kan niet. Godverdikke, nee. Opnieuw. Ah, wel, ben jij hier nu nog? Je moest al een half uur geleden weg zijn. Je ging toch geen overuren doen? Nee, ik ging geen overuren doen. Maar ik wil dat hier weg hebben, dat onder mijn voeten uit is. Simon, ik betaal ook geen overuren. Hè. Dat weet ik. Trouwens, waar heb je de hele dag gezeten? Bij Vermeijer had dat toch gezegd? Ik heb lekker gegeten en een goede klant aan de naak geslagen. Heb je daar een hele dag voor nodig? En ik betaal ook geen commentaar, dus tais-toi. Luc heb ik ook al de hele dag niet gezien. Simon, als je niet graag alleen bent, zit aan de radio. Komt er vandaag nog? Luc komt mijn Sebezalia. Zeg eens, curieuze neus. Waarom vrouw je dat allemaal? Zomaar. Omdat ik hem de hele dag nog niet gezien heb. Luc moet dan nu toch geen verantwoording afleggen? Nee. Zij aan het vissen, hè? Nee. Wat moet jij dan met de Luc? Niks. Jij bent u dus weer aan het moeien met dingen die u absoluut niet aangaan, maar... Ach, ja, maar de liefde, Rosa, daar raak ik me helemaal nooit over uitgepraat. Jij wel? Jij, Evaatje, raak jij ooit uitgepraat over de liefde? Nou, die komt waarschijnlijk ergens anders over praten. Althans, dat hoop ik. Eigenlijk moet ik het zelfs niet weten. Sorry, Fredmans, maar als je nog eens van plan bent om te komen klappen over die burgerwacht, het is de moment niet. Ja, dat vind ik nu ook zo. Nee, de mens hun hoofd staat wel ergens anders naar. Ik heb nog geen woord gezegd, maar commentaar, straf ze. Dan kun jij nu weten waarvoor dat ik kom. Ik kom niet voor die burgerwacht. Maar nu dat je er toch over begint, dat de mensen hun kop daar niet naar staat met dat accident en Harry en zo. Dat is wel een reden om juist alert te blijven. Het is net op die momenten dat ze toeslaan. Ja, Fredje, dat is allemaal heel goed, zijn jongen. Ja, maar ik zal u zeggen waarvoor dat ik kom, madame Rosa. Waar dat die meneer daar net over had. Daar kom ik voor. Ah, voor de liefde. Ja, ik moet zeggen, we hebben wel neonverlichting voor de ramen. Ik weet alleen niet precies of... Ik weet dat jij een oogskin hebt op Eva. Simon, jij werkt hier nu al een tijdje. En ik ken u aan de hand goed genoeg om te weten wanneer dat jij iets uitspookt. Maar ik spook niks uit. Dat er iets scheef zit dan? Maar er zit niks scheef. Ik wacht hier gewoon op Frank, gelijk als dat jij op de Luc wacht. Frank, die gaat hier de eerste 3 uren niet zijn. Gaat jij hier 3 uren op uw grote baby wachten? Niet wachten, hè. Werken, hè, Leontien. 3 uur werken, niks, hè. Dan zul je wel stekjes tussen uw ogen moeten steken om ze open te houden. Het gaat toch niet over die overuren, hè. Leontien, ik moei me daar niet mee. Dat zijn Franks affaire. Het is u dus, met andere woorden, niet gelukt om Frank te overtuigen van die overuren te doen. Heb het wel geprobeerd, zoals ik gevraagd had. Ik wist het, hè. Ik wist dat daar miserie van ging komen, hè. Jij is een koppengaard. En Frank ook. 2 goeie bij 1. Maar Frank heeft groot gelijk dat hem zijn kop stijf houdt. Luc die profiteert van zijn gasten. De uitdrukking is het been stijf houden, Simon. En Luc die heeft meer over voor zijn mannen dan ik voor die van mij. Ah, goed dat je het zelf zegt. Ze zeggen niet voor niks tegen u, Leontien gierige pin, hè. Alsof ik dat aan mijn hart laat komen. Jij hebt geen hart. Zijn we naar uw ontslag solliciteren, hè? Hey, ladies, wat scheelt er? Zijn er problemen of zo? Fredje, ik heb liever dat je nu weggaat. Ik wil dat niet meer. Je moet niet meer aandringen. Voor mij is het gedaan. Omdat je het van een andere hebt. Wat doen die daar? Onze grote charmeur. En tokt ze goed? Maar hey jongen, dan moet jij eens heel goed op je woord letten. Oh, nee, kom, hè. Mijn capsalon is geen boksring.
en Eva, jullie gaan gewoon voort opruimen. Frederik, ik zou willen dat je weggaat en ik meen het. Eva, wilde jij nog één keer met mij gaan eten? Gewoon dat ik het allemaal kan uitleggen, een keer klappen, meer niet. Het heeft geen zin, Frederik. Gewoon één keer zo een pizza met ons twee. Daarna zet ik het thuis af. Vanavond anders. Zit jij doof of zo? Ik had het niet tegen u, madame Rosa, oké? Oké. Maar ik ga nu een koffie drinken. En als ik hier binnen 5 minuten terug binnenkom, dan wil ik u hier niet meer zien. Oké, meneer Frit. Ja, gewoon een keer klappen, de Jew, Eva. Dat zal niet gaan, Frit. Want... Eva heeft vanavond al met mij afgesproken. Ja. Ja, ik heb dan vanavond met Eva afgesproken. Daar was u dus de hele tijd om te doen. Huh? Zolang dat je hem niet had, deed het maar met mij. Nee. Wat is goed, je mag daar hebben. Is goed. Jene die met een keeskop in bed kruipt, daar moet ik toch niet van weten. Wat? Eva, dat is dan de laatste keer dat je mij gezien hebt. Ja, ik meen dat, hè? Ja, als ik hier nu buiten ga, dan... Salut. En meende dan niet zo dat van die keeskop. Oh. Ja, sorry, het was misschien niet de meest subtiele manier, maar... soms is de harde aanpak nou eenmaal de beste. Misschien dat hij het dan nu eindelijk begrepen heeft. Ja, denkt. Graag gedaan. Waar gaan we eten? Dat was een smoes, even. Dat was alleen maar een smoes. Ja, ja, dat weet ik wel. Maar ik vind, als je iemand uitnodigt, dat je daar ook aan moet houden. Dus, jij mag mij morgen trakteren. Probeer dan eens iets goeds te doen. Moet ik er nog voor betalen ook. Ja. Harry, als je wilt... Ik kan dat ook alleen doen, hè. Ik bedoel, ik wil u maar waarschuwen. Het kan een enorme schok voor u zijn. Ingrid kan er helemaal anders uitzien dan jij u haar voorstelt. Ik moet haar toch identificeren. Dat hoeft niet per se. Ik kan dat alleen doen ook. Ik denk zelfs dat het beter is dat ik het alleen doe, zodat jij u Ingrid kunt herinneren. Zoals ze altijd geweest is. Enfin, dat wou ik u maar zeggen. Ik wil haar toch zelf zien. Beeld, geen klank. Zij moet het maar zeggen. Ik heb niks te zeggen. Omdat je het niet durft zeggen. Wat niet durft zeggen? Pff, ik durf alles te zeggen. Zeg het dan. Ja, wat durft ze niet zeggen? Jij weet er toch ook van? Ja. Dan zeg het dan. Weet jij het ook al? Wat weet ik ook al? Ik heb je toch gezegd dat er miserie van ging komen? Waarvan? Daarvan, tja. Zeg mij nu niet dat het is wat ik denk dat het is. Ik weet niet wat jij denkt dat is, maar... Vraag dat me dan Leontien vraagt, hè. Wat? Het is niet waar, hè, Frank. Het is wel waar. Als jij niet over de brug komt, dan leggen wij dat een blok op. Stalking.
miserie.